gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland. U mag 1830 edelhertigen afschieten wat de rechter betreft. Moet ik u nu feliciteren? Nou ja, de rechter heeft in ieder geval geoordeeld dat wij op alle punten in het gelijk zijn gesteld. Dat de opdracht die we verleend hebben ook een rechtmatige opdracht was. En dat er dus inderdaad geen reden is om tot een schorsing te besluiten. Nu had de rechter nog wel een punt van kritiek als het gaat om zorgvuldigheid. Hè? Ja, de rechter maakte daar een opmerking over dat de schijn van dat wij wel zorgvuldig ook ons werk moeten blijven doen. Uiteraard heeft de rechter daar natuurlijk ook een punt. Die zorgvuldigheid betrachten we op allerlei manieren. Ja, want ze zei ook even, er is wel gehaast te werk gegaan door de provincie. Nou, de schijn bestaat dat er gehaast te werk zou zijn gegaan. Haar uitspraak zegt gewoon, in feite alles is keurig ook netjes ook besloten op die manier. Dus, maar ze zegt wel, nou, hou dat wel in de gaten. Gaat u nu inderdaad vanaf morgen schieten of misschien wel zelfs vanaf vanmiddag? Nou, in feite zou deze uitspraak ons daar de ruimte toe geven. Waren het niet dat er ook een voorlopige voorziening is gevraagd tegen opzichte van de vergunning. En die dient 29 november. Ja, voor de duidelijkheid. Dat zijn mensen die tegen afschot zijn. En die de vergunning om af te schieten ook weer aan gaan vechten, hè, op 29 november. Klopt. En daar hebben we nu een hele belangrijke stap gemaakt met deze uitspraak van de rechter. Dat inderdaad de oordeel of de opdracht is geweest. Maar we hebben wel gezegd, het is wel zo netjes en wel zo zorgvuldig dat we in ieder geval nog even wachten tot de 29e. Ja. En die 29e is er dan weer een rechtszaak. Daarna zal het ongetwijfeld weer misschien een week of twee weken duren voordat er een uitspraak is van de rechter. Dat gaat u allemaal afwachten voordat er tot afschot wordt overgegaan. Nou, dat is nog niet zeker. We gaan eerst de 29e afwachten. We hebben nu een heel duidelijke uitspraak van de rechter hier liggen. Die ons in principe in het gelijk heeft gesteld op alle punten. Dus dan zullen we de 29e weer heroverwegen wat we dan doen. In hoeverre komt u nou in de praktische problemen? Want ik heb begrepen van u ook tijdens de rechtszaak de vorige keer dat er echt haast gemaakt moet worden. Omdat er op hele korte termijn veel edelherten moeten worden afgeschoten. U komt in tijdnood, denk ik. Ja, dat wordt wel een probleem. Door al deze rechtszaken is de snelheid die wij voor ogen hadden, is er in dat opzicht, kan een knelpunt worden. En hoe gaat u dat dan aanpakken? Nou ja, we gaan wel kijken, ook op basis van de 29e, van welke snelheid we daarin betrachten. We hebben al wel ruimte ingenomen, dat we hebben gezegd, 2019 kan als overgangsjaar zijn. Dus dan zullen we niet de hele totale aantallen in dit jaar halen. Maar dan zal het in ieder geval voor volgende winter zijn. Maar goed, dat is dat moet ik intern ook nog eens even bekijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, u zegt met andere woorden, misschien lukt het niet om in 3 maanden 1830 edelherten af te schieten. Maar dan lukt het in het jaar daarop wel, dus in 2019. We gaan eerst kijken wat voor nu zo snel mogelijk haalbaar is. Want die snelheid en de noodzaak dat we een winter zoals afgelopen winter hebben gehad en dat niet meer willen hebben, die staat als een paal boven water. En mocht het niet lukken om zo snel veel herten af te schieten, wat doet u dan? Eventueel bijvoeren inderdaad, om te voorkomen dat er weer dieren sterven van de honger? Er is een motie door de Staten aangenomen die bijvoeren mogelijk maakt. Dus die mogelijkheid is altijd open. Maar nogmaals, onze intentie en ook het rapport van Geel, wat het nieuwe beleidskader is, die is duidelijk voor het gebied. Bent u opgelucht met deze uitspraak van de rechter? Ja, dat mag u gerust weten. Ik ben opgelucht door deze uitspraak, ja.